Goedemiddag traders, dit is de marktanalyse van woensdag 15 november. Het is nu rond 2:30 en we gaan weer kijken of er nou eindelijk eens een keer wat gebeurt in de markten waarvan de volatility al zo lang zo laag blijft en steeds alsmaar blijft dalen. Vorige week had ik eerste tekenen dat wij wellicht aan de vooravond stonden van een wat grotere correctie. Er waren wat aanwijzingen, met name die afstand ten opzichte van de MA-banden van de koersen. Die werd wel heel groot. Distance en angle had ik het over. Dus je zag een versnelling omhoog. De koers nam duidelijk afstand van de MA-banden en versnelde ook. Met name dus op weekbasis in combinatie met dan de laatste 2 weken een afname van het momentum. Nou, we gaan eens kijken in de Dow. En inderdaad, we zien dat het tussen aanhalingstekens doorzet. Doorzet is een groot woord. Even in de dag kijken. De vorige week gaf ik aan dat wij, zolang we eigenlijk boven zeg maar, dit niveau waren, boven die 12.000, of sorry, die 23.400 zeg maar, op slotniveau, dat de trend gewoon onmiskenbaar omhoog is en we absoluut niet moeten uitgaan van topvorming. Nou, wat zien wij? Deze bar, de bar van 9 november, dus 1 dag na de vlog, zag je heel mooi dat we er onderuit gingen en eigenlijk meteen naar het, zeg maar, bijna het volgende steunniveau hier. En we sloten er net boven. Nou, dat was natuurlijk een eerste duidelijke verzwakking van de koers. En de dag daarna bleven we daar keurig onder. En je ziet elke keer, als ik het even groot maak, dat we zeg maar, dit was potentiële steun, werd hier 1, 2, 3 keer getest en werd hier heel mooi weerstand. Hier zie je dat, steun, 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 weerstand, weerstand en weerstand. Nou, dus het lukte de markt hier niet om boven die lijn uit te komen, boven dat niveau. Blijkbaar sloeg het sentiment dus om van koop naar verkoop en nu zie je dat we dus bij het volgende niveau zijn en dat is eigenlijk dit level rond die 23.200. En dat is een belangrijk niveau, want als we kijken naar deze bar, deze solide groene candle hier, dan zie je dat die eigenlijk, en de stijging die daarna voortzet, we zien dus hier dat deze bar, die outside bar, die wordt hier gebroken. We krijgen een failed break, dus we krijgen een uitbraak, maar die faalt vrij snel. En die onderkant van die groene bar, dat is een soort, je zou het een soort tafelpoot kunnen, als een soort tafelpoot kunnen zien. Als die breekt, dan denk ik dat wij toch richting zeg maar de 22.800 en misschien wel de 22.400 kunnen gaan. Dus dan krijg je mogelijk een wat grotere correctie. Dus dit is eigenlijk het enige niveau nu op slotbasis wat een grotere daling mijns inziens zou kunnen tegenhouden. En als we dus nu naar de cyclus kijken en we meten vanaf hier, dan zitten we nu op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 11e bar. Dus je zou zeggen, het wordt tijd voor de mid-cycle low. Tenzij die ergens hier al gezet is en dat we dus een hele zwakke cyclus krijgen. Het zou kunnen, maar normaal gesproken, zeker in de Dow, zie je eigenlijk de swings hier wat beter en zou het met volgende scenario zou eigenlijk dit zijn dat we nog 1 poging krijgen om hier zeg maar omhoog te gaan en dat we dan in die tweede cyclus zelf van die dagcyclus dan alsnog hieronder gaan breken. Dat zou mijn focus scenario zijn, ervan uitgaande dat dus 31 oktober de dagcyclusbodem is gezet en we dus nu nog een, zeg maar een 1 of 2 handelsweken te gaan hebben. Nou, in de week zitten we nu op 2, 4, 6, 8, 10, de 12e bar. Zoals gezegd vorige week, we zien duidelijke afstand hier van de koers ten opzichte van die MA-banden. Ten opzichte van de MA200 is die afstand groot. Dus je ziet hier overal een grote afstand. Dus het is een beetje alsof je aan een elastiek trekt en er komt er steeds meer tegenkracht. En dit niveau hier rond die 23.200, dat is dus hier dit niveau.
dit niveau hier. En zoals gezegd, als we daar dus onder zouden komen, dan zie je hier eigenlijk ja, toch wat topvorming. En dan zou je in principe ergens tot die banden kunnen gaan. In het minst erg geval die korte banden hier rond die 22.800, eventueel 22.400 of als we echt een grote correctie krijgen 22.000. Nou, dat laatste, dat laten we nog heel even in het midden. Maar we zien dus in ieder geval iets dat op topvorming lijkt. Maar het moet dus op dagbasis dan nog even bevestigd worden. Nou, gaan we dan naar DAX. Daar zien we dat een en ander al wat verder is. We zien namelijk dat we heel duidelijk een top hebben gezet. Ook weer ingeleid door een prachtige fail break. Je ziet hier heel duidelijk cap omhoog. Solide groene bar. Twee inside bars, drie inside bars. En in de opening van dinsdag 7 november probeerden we eruit te komen. Die opening die zette niet door. We zien een hele zwakke dag. Gevolgd door een zogenaamde GBI. En green bar ignored, dus eigenlijk een kleine bar. En dat was eigenlijk het moment om hier short te gaan. Hier voor de swing traders onder die GBI. Onder deze bar op slotbasis. Dus op die donderdag hier onder die 13.340. En inmiddels zijn we bij dit belangrijke punt aanbeland. Dat is op korte termijn is toch wel belangrijk dat dit op slotbasis gaat standhouden. En vorige week zei ik ook van nou, ik verwacht hier rond die woensdag van de vlog de mid-cycle low. Want 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dat was de negende bar. Dat is normaal gesproken zo'n beetje het moment waarop je de mid-cycle low gaat zetten. Het punt is hier in de dagchart. Het is amper te zien, omdat die daling gewoon doorzette. Nou, dus de swingtraders, zoals gezegd, hadden dus onder die GBI short kunnen gaan. Waarom? Omdat deze werd voorafgegaan door een grote dalingsbar. En daar had ik het ook over gehad. Dat was de grootste sinds augustus jongsleden. Dus een hele duidelijke aanwijzing dat er iets meer aan de hand is dan een normale correctie. En daytraders die hadden hier natuurlijk heel goed naar de 240 minuten grafiek kunnen kijken. Want hier zie je een en ander nog beter in perspectief. Dus je ziet hier die fail breakout. Je ziet de eerste impuls naar beneden. Een zwakke bodem van de 240 minuten cyclus. Dus eigenlijk één bar die twee bars later meteen wordt weggepoetst. En daarna de daling. En de vraag is waar staan we dan nu in de dag? Het zou volgens mij inderdaad nog wat lager kunnen. Dus als we eventjes kijken. We zitten nu op 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de 14e bar. Dus normaal gesproken zou je verwachten dat wij wellicht nog 1 tot 5 bars per saldo kunnen dalen. En waar zou dat nou naartoe kunnen gaan? We zitten nu dus rond dit belangrijke punt, rond die 12.900. Tevens de lange MA-banden. Misschien als volgende target dit niveau rond die 12.650. Maar dan hebben we echt een flinke uitschieter ten opzichte van die MA-banden. Normaal gesproken zie je dat die lange MA-banden, zeker bij de eerste grote correctie, dat die wel stand houden. Dus het zou mij verbazen als wij nu meteen vandaag, morgen, overmorgen meteen heel dik onder die MA-banden komen. Maar alles kan. In ieder geval op dit moment is het geen long. Daar willen we eerst een duidelijke teken hebben van ommekeer. En misschien een duidelijke groene bar. Dus op dit moment is het, als je short zit, zou ik de stop zetten boven de high van vandaag. Dus zeg maar rond die 13.000. Long inderdaad nog even afwachten, zodat we daadwerkelijk ook zien dat de markt hier gaat bodemen. Op weekbasis lijkt het ook alsof we hier dus nu een top gezet hebben. Op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 11e week. En dat zou dan het scenario ook kunnen zijn dat we na de dagcyclusbodem die binnenkort dan kan komen, dat we wellicht hier nog een poging krijgen om omhoog te gaan. En dat we dan die weekcyclus gaan afmaken.
Een beetje zoals we eigenlijk in de vorige weekcyclus hadden. Hier zien we in grote lijnen hetzelfde. Flinke dalende week, 2 weken herstel en dan een laatste daling tot de weekcyclusbodem. Dus dat zou het hoofdscenario kunnen zijn. En dat lijkt op dit moment vrij aannemelijk, omdat wij dus hier toch wel 2 hele duidelijke dalingsweken hebben. En dat zou betekenen dus dat we eerst even voor de dagcyclusbodem moeten wachten. Dan kijken hoe het herstel uitpakt. En als dat herstel relatief zwak is, ja, dan inderdaad lijkt zich dit scenario te voltrekken. En zouden we dan nog een tweede swing short positie kunnen innemen. Met als doel die weekcyclusbodem. Ten slotte dan de Bund. De Bund is dan uiteindelijk gecorrigeerd. We zagen hier ook weer een failed break op 8 november. Kijk, en dat, je ziet dus die failed breaks, die zie je heel vaak terug. Dat zijn hele betrouwbare en interessante tradingpatronen. We breken boven de top uit. We zetten hier een bearish pin maar neer en we handelen hier dus onder die low. En dat, daar heb ik het ook over gehad vorige week. Als we eens onderkomen, dat we dan aan de shortkant kunnen opereren. En goede punten daling daarna, viel op zich nog wel mee. En hier de nieuwe cyclusbodem, die nu dag 2 telt, die opvallend genoeg vrij overtuigend is. Dus ik zeg opvallend, het begin is meestal bullish van de cyclus, maar ik zit ook even naar de week te kijken hier. En als ik in de week ga tellen, en ik ga uit van de bodem hier van begin juli, dan zou ik volgens nog zeggen dat we in de lopende weekcyclus zitten, die dus nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 weken telt, die dus zeg maar relatief aan het einde zit van de cyclus. En normaal gesproken, als dit hier dan de top is van de weekcyclus, zou dit dan eigenlijk het pad moeten zijn. Nou, alternatief scenario, dat dit dan de bodem is. Alleen dit gebeurt dan wel heel erg snel, dus dat lijkt mij vooralsnog niet erg waarschijnlijk. Maar als we dus aan het einde zitten van de weekcyclus, dan zou het relatief snel weer bearish moeten worden. En dan ligt het dus niet voor de hand dat we in de dagcyclus substantieel hierboven die vorige top uitgaan. Dan ligt het eigenlijk voor de hand dat je in de komende dagen, ergens tussen de bar 3 en 8 van de nieuwe cyclus, rond dit niveau maximaal een top gaat neerzetten. Wellicht een dubbele top of een tweede test zeg maar, van die weerstand om dan daar te keren. Gaan we er alsnog hard bovenuit, ja, dan moet ik die telling even herzien van die weekcyclusbodem. Maar vooralsnog lijkt het erop dat we in de eindfase van die weekcyclus zitten en dat het traject, wat het hoofdscenario zeg maar, nog steeds relatief bearish is.